Ja, ik teken eigenlijk al sinds ik me kan herinneren. En ja, vroeger toen ik kind was, vond ik het eigenlijk al superleuk om te doen. Daarna is het eigenlijk steeds serieuzer geworden. Ja, vroeger teken ik echt naar de waarheid, gewoon echt heel realistisch. En nu probeer ik echt gewoon met lijnen echt duidelijk te maken van dit is het object of dit is de persoon die ik heb getekend. Ja, eigenlijk is het een beetje afgeleid uit de street art. Dus daardoor ben ik best wel geïnspireerd. De ene keer kan ik een week helemaal niks maken. En de andere keer is het gewoon elke avond gewoon tot 3 uur 's nachts door werken. Ja, als dat idee in mijn hoofd zit, dan begin ik eigenlijk niet eens. Meestal is het zo dat ik ook 's avonds werk. Soms ga ik meteen aan het schilderen, soms laat ik die schetjes een maand liggen en dan ga ik ermee aan de slag. Heel veel ideeën bedenk ik in de trein, als ik aan het eten ben bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, daar moet ik er eigenlijk iets mee doen, maar ik vind het nog niet goed genoeg. En in de loop van de tijd ga je daar steeds meer over nadenken. Dan denk je van, hey, dit is misschien wel leuk om ermee te doen. Zinner, ja, wat ik eigenlijk straks zei, ik ben wel een beetje geïnspireerd ook door de street art. En ja, dat deed ik vroeger eigenlijk ook. Mijn grootste doel is eigenlijk niet om echt beroemd te worden. Wat ik leuk zou vinden is dat mijn werk andere mensen zeg maar inspireert en dat het andere mensen aan het denken zet. Ik ben Freek Hafvoort, ik ben een kunstenaar. Sinner as I am.